is het allemaal voorbij. Dus ik denk dat de ontgoocheling het enige gevoel kan zijn dat er is op dit moment. Een jaar geleden stonden we hier heel anders. Maar ja, het zij zo. We kregen natuurlijk nog wel een grote kans met Openda in de tweede helft. Maar keeper pakt hem goed en dan komen ze met een corner. Ja, handsbal. Ik heb het niet teruggezien hoor, maar Genk verdient de kampioen, denk ik. Ja, we zijn vice-kampioen en we hadden liever kampioen geweest. Voor eerst moet ik Racing Genk van harte feliciteren met hun titel. En ik hoop dat ze dat in de Champions League heel goed gaan doen. Tweede plaats is, was dit jaar misschien het hoogst haalbaar. Ik denk wel dat we er alles aan gedaan hebben om zo lang mogelijk in die strijd te blijven. Wij hebben het als enige ook Genk moeilijk gemaakt in de play-offs. Die anderen zijn allemaal afgehaakt. Dus tuurlijk, we maken hele mooie tijden mee met club. Alleen, je wil altijd het hoogst haalbare. Iedereen hier. En dat je het vandaag eigenlijk weggooit is jammer. Jammer dat we geen kampioen zijn. Maar er zit wel regelmaat in onze prestaties van de laatste jaren. Als je dat maar naar kijkt. Ik denk, vorig jaar kampioen, het jaar daarvoor tweede. En het jaar daarvoor weer kampioen. Dus ik denk dat geen enkele ploeg ons dat nadoet. We willen thuis gewoon nog voor de supporters het seizoen mooi afsluiten. Ik denk, dat de supporters dat verdienen, dat wij dat als club gewoon verdienen om wel die match nog te winnen en goed af te sluiten. Want al bij al hebben we gewoon een goede play-off gespeeld.